receptje voor de komende 3 weken. Zijn er daarna nog geen verbeteringen, dan maakt u gewoon nog even een afspraakje. Ik heb nog een vraag, dokter. Zou die vermoeidheid er iets mee te maken kunnen hebben? Ja, want de laatste 3 weken, als ik de trap oploop, dan ben ik bek af. En dat had ik nooit. En nu met die duizeligheid, wat is dat dan? Ja. Het is niet alleen die keelpijn, hoor. Het heeft vaak allemaal een beetje met elkaar te maken, hè? Ik zou eigenlijk precies willen weten wat er aan de hand is. Als u dit vandaag nog afhaalt, kunt u er direct mee beginnen. En dan zie ik u weer over... ogenblikje. Ja. Mijn vrouw. En? Niks aan de hand. Is hij daar nog? Ja, geef hem maar even. Ja, die jongen die hoest nu al een week lang de longen uit zijn lijf. Dat is toch niet normaal voor een kleuter? Natuurlijk zegt hij nogal weinig, hij is pas 5. En dat heb je nagekeken. Dus niks om ons ongerust. Nee, ik reageer hier niet als arts, ik reageer als vader. Ik wil namelijk precies weten wat er met hem aan de hand is. Oké, bedankt. Kinderartsen, als je die bij ze doorvraagt. Ik zou eigenlijk wel precies willen weten wat er met mij aan de hand is. Laat je goed informeren. Vraag door.